Op 9 maart 2019 beseerde Jan van den Berg zich in een schijnbaar onschuldig duel met Igor de Camargo. Een botsing die grote gevolgen zou hebben, want de centrale verdediger hield er een zwaar hoofdletsel aan over. Twee schedelbornen later is hij weer helemaal terug de oude. Ik ben heel blij om terug te zijn. De eerste momenten na mijn blessure was er een onzekerheid. Dan dacht ik in eerste instantie als mens en dan ga ik nog kunnen praten, ga ik nog kunnen normaal lopen. Maar dan was die operatie er en dan kreeg ik absolute zekerheid dat alles terug goed kwam. En ondertussen heb ik toch al een lange weg afgelegd. Jan van den Berg, 25 jaar, centrale verdediger, door A-Gent uitgeleend aan OA Leuven. Dag Jan. Nee. Was goed? Goed. Nee. Lang geleden? Niet zo lang. Een paar dagen. Ja, absoluut. Jan, ik ga met de deur in huis vallen. Pakken jullie die titel? Ik hoop van wel. Ik ben niet echt een ervaringsdeskundige in het winnen van finales, in het spelen wel. Dus ik hoop dat het voor mij de derde keer een goede keer. Er is veel druk, er is nog veel geïnvesteerd. Zou het falen zijn om die titel niet te pakken? Ik vind dat altijd falen is als je de titel niet pakt. Als je de finale kunt spelen, kunnen ze winnen. Dus ik denk dat je daar rechtuit moet zeggen dat we er vol voor moeten gaan en dat er geen excuses zijn. Je hebt een hele jonge coach, Vince Vraar. Die begint eigenlijk nog maar pas. Wat voor een man is dat? Het is inderdaad een jonge coach. Hij is wel heel dynamisch, doelgericht ook. Ik denk een winnaarsmentaliteit die dat hij overbrengt op zijn spelers. En tactisch? Ja, ik vind dat hem tactisch wel telkens een probleemoplossing heeft. Als er een moeilijke periode in de wedstrijd is of de tegenstander doet een tegenzet, dan vindt hij altijd wel een tactische oplossing. We mogen het niet vergeten te hebben over die fantastische goal van jou, hè? Die omhaal. Toen ik de bal toegekopt kreeg van Kenneth, toen had ik wel al een idee, want ik voelde Frans wel in mijn rug naar links uitwijken. Dus ik dacht, ik neem hem mee op mijn borst naar links en dan ging het een beetje vanzelf met een vloeiende beweging. Dus dan was ik wel enorm blij dat ik de bal zag binnengaan. Ja, hoeveel punten voor sfeer en gezelligheid en uitvoering op 10? Een 9 denk ik dat ik toch verdien. Wie stuurde jou de meest originele WhatsApp na de wedstrijd tegen Beerschot? Pritchenko. Opent al zijn gesprek. Dat zijn meestal audioberichten naar mij met you shit guy. Dus dat begint altijd al goed, maar dan was het wel een leuk berichtje. Hij feliciteerde mij met mijn goal, dat ik terug aan het voetballen ben. Dat ik een goede wedstrijd gespeeld had. En dan is dat ook wederzijds. Ik heb hem dan ook terug een audioberichtje gestuurd met hetzelfde eigenlijk bijna gehad. Is dit nu tijdelijk? Je zit bij OHL, want het hoofdplan en doel is toch KA Gent en doorbreken, of niet? Ja, inderdaad, maar ik denk dat dit voor mij nu de juiste stap was. Ik denk niet dat er dit seizoen minuten voor mij beschikbaar waren in Gent. En dan was ik wel heel blij met de optie OHL. Dus hopelijk volgend jaar terug en heb ik krijg een eerlijke kans om met bewijs in de voorbereiding. En dan zien we wel waar dat we staan. Maar dit jaar heb ik eigenlijk een half seizoen verloren met mijn blessure. En op dat niveau maak je dat ook niet meer goed op een winterstage van een week. Dus. Mag ik om af te ronden nog vragen, Jan? Waar droom jij nog van als mens, als voetballer? Om eindelijk eens kampioen te spelen in 1B. Daar heb ik nu al wel behoefte aan in de eerste plaats en dan hopelijk om volgend jaar door te drukken in Gent en daardoor te groeien tot een speler waar dat ze op kunnen rekenen. Dankjewel. Alsjeblieft.